as the light. In every stone sleeps a crystal. Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin. In every color, there's the light. In every stone, sleeps a crystal. Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin.
Lieve mensen, beste familie, het te vroege heengaan van de Ivan slaat ons met verslagenheid. Hier staan we nu overmand door wat ons overkomen is. Zo'n vroeg afscheid nemen van Ivan doet natuurlijk pijn, heel veel pijn. We kunnen zijn warmte haast nog voelen, zijn stem klinkt nog in onze oren en zijn beeld staat nog heel vers in ons geheugen. En we voelen ons verwant een beetje met de woorden van Jezus zelf op het kruis. We kennen die zin wel, die zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we zoeken dan warmte en steunte bij elkaar. En de vraag waarom moest dat nu zo gebeuren, dat komt altijd terug op die vraag
zullen en kunnen we geen antwoord vinden. Niemand kan dat. Maar we kunnen nu wel onze zorgen en verdriet delen en ook aan God toevertrouwen en smeken om sterken, om steun. Dat hebben we nu vooral nodig. En gelukkig heb ik vanuit het kerkschip naar het schip mogen kijken en zien dat er vele mensen ook al geholpen hebben. Dat deed mij echt deugd van dat te zien. De Nivan was wel erg traditioneel, dat weten we. Hij zou je zeker in een maatpak met tas gezeten hebben, zeker, hè? En voor zijn begrafenis wilde hij een kerk. Hij wilde een priester. Hij wilde een kist. Apropos, deze kist is zo mooi geschilderd door de twee dochters en nog twee. Ginder zitten ze, maar ik kan nu op de namen niet komen. En hij heeft het toch maar klaargespeeld om juist op aller zielen begraven te worden. Juist op de dag dat we al onze geliefde doden herdenken. Beginnen we dan ons gebed in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik wil beginnen met, zoals dat heet, het tegenwoordig stellen van de overledene, een biografie te brengen die Marita met veel liefde heeft neergeschreven. De Nivan werd geboren op 26 september 1974 in Jan Palfijn in Merksem. Hij ging naar de lagere school op Koningshof, de Schoten, en later naar het middelbaar bij het Schippersinstituut te Wetteren. Op zijn 17e besloot hij aan boord te gaan en ging hij in dienst bij zijn ouders op het schip genaamd Scaramangas. Op 31 mei 1992, mijn 18e verjaardag, schrijft Marita, werden we een koppel. In 1994 zwaaide hij af bij de laatste lichting. Hij was gekazerneerd nabij Leuven en was daar uiteindelijk barman bij die opperste Walen. Iets waarvan hij uiteindelijk toch een beetje Frans, basisfrans leerde. Misschien niet het beste, maar er was toch de durf om het te proberen en zijn plan te trekken. Op 6 september 1997 zijn we gehuwd hier in deze kerk, in de Sint-Pauluskerk. Vandaar dat we nu ook wilden hier zijn. We gingen op huwelijksreis naar Californië, middels bepaald de Pacific Coast en met de wagen van San Francisco via Los Angeles naar San Diego. Een droomreis en toen nog zonder zorgen, geen schulden, volledig vrij van iedereen. We zijn daarna aan boord gestapt bij zijn ouders op het schip genaamd Lunga, maar dit werd in december verkocht door de scheiding van zijn ouders en daardoor wisten we eventjes niet waar naartoe. Dankzij de beste vriend, mijn vader, konden we aan de slag op de Kempenaar, Drakkar, het klein Drakkarreke. Dat was overgebleven door de kettingverkoop van hun grote dokaar van Willy en van Angel Huismans. En hier leerden we zelfstandig zijn. Had ook een enorm hart voor dieren. Hij bracht ons heel snel naar ons eerste huisdier. Hij wou terug een jachthond, maar die mocht niet te groot zijn. En die hebben we dan gevonden in het shoppingcentrum te Weinigem, toen we smolten van de snuit van beaglepup Gizmo. Al snel werden ze twee handen op één buik en moest ik mijn plaats min of meer delen, schrijft Marita. Maar er staat een haha achter. In het voorjaar 98 vonden we uiteindelijk de kleine Diablo van 1028 ton, schip van 73 meter op 8,20 meter, en nog gemaakt op de Boelwerf in Temse. En met dit schip voerden we twee jaar lang min of meer vast naar de Moezel, maar omdat hij hier met zijn ouders ook een hele tijd had vastgevaren, kreeg hij hier zo'n grote hekel aan dat we besloten om een andere richting uit te varen. Ook op de bevrachting hebben we toen gespeculeerd, toen we in handen vielen van Spijkerhaai Transport onder leiding van Herman Weiss. Deze vaart heeft ons eigenlijk het meeste geluk gebracht. Doordat de kinderen niet schoolplichtig waren, konden we qua bestemming nog overal naartoe en hebben we ons vaargebied extra vergroot. Op 9 juli 1999 werd Jentel geboren.
Ivan was zo fier op haar vanaf de eerste dag, al vlug begon de routine, dat hij haar eerste pap gaf, 's ochtends om 4:30, om daarna de vaart van die dag te starten. Hij leerde haar op het potje gaan, las haar voor, speelde leuke spelletjes met haar, leerde haar fietsen en nog wel heel veel meer. We besloten niet lang te wachten en op 20 april 2001 kwam Amber op de wereld. Ook met haar heeft hij zo intens haar kindertijd beleefd en was hij ook haar grootste held. Eind november 2001 werd zijn wereld neergehaald door het overlijden van zijn mama. Kon hij uiteraard moeilijk plaatsen, want zij was ook slechts 48. Nog meer isoleerde hij zich met ons gezin en kwamen toen amper nog in Antwerpen. Eind september 2002 verhuisden we naar de volgende Diablo met het oog op de kinderen die naar school moesten en naar het internaat wilden we vergroten om een matroos in dienst te kunnen nemen zodat ik later aan boord zou kunnen om de kinderen naar school te doen. 2005 begon dan de hectiek van het internaat toen Jentel naar school moest. Dat viel ons beiden zwaarder dan we ons hadden voorgesteld. We hebben toen vastgehouden om ervoor te zorgen dat ze elk weekend aan boord konden. Dit bracht ons tijdelijk naar containerwerk dichter bij Antwerpen. Het vaartraject beperkte zich rond het Aregebied, dus de afstanden naar het internaat werden ook kleiner. De kinderen konden hierdoor ook tot maandagochtend bij ons blijven, zodat we het uiterste uit onze tijd met hen konden halen. Begin 2008 starten we dan met onze huidige Diablo, schip van 110 op 11,45 meter, en zetten we het containerwerk verder. Maar door die crisis in 2009 en de moeizame verdiensten voor het harde dag- en nachtwerk, waar hij echt op de duur onder doorging, zochten we toch weer terug op de Rijn en lieten de containers voor wat ze waren in 2012. Hetzelfde jaar moesten we ook afscheid nemen van onze Gizmo. We hebben niet lang getwijfeld en er was al vlug en Boris ook weer een beagle in ons gezin. De Ivan had inderdaad een groot hart voor dieren, was daarin een beetje Franciscaans zeker, dat hij niet aan de verleiding kon weerstaan aan de wens van zijn kinderen naar een konijntje. Er zijn er een paar de revue gepasseerd en voor ieder nam hij zijn tijd en zijn zorg. Uiteindelijk restte ons nog Bolt, hè? Amber haar konijntje, dat nu al 9 jaar bij ons is. Maar ook andere huisdieren, zoals een hamster, zelfs vissen, konden rekenen op zijn bijzondere aandacht. De kinderen werden ouder en begonnen weekenden aan boord over te slaan. En dat kon hij maar moeilijk verwerken. Hij vluchtte ook meer in zijn werk en wilde eigenlijk zijn schip nooit verlaten. Met het excuus dat alles te duur is en hij zijn roer amper wou afstaan aan vreemden, zette hij zichzelf onder stress en sterk onder stress. De laatste jaar kampte hij met een te hoge bloeddruk en nam genoegen met zijn leven aan boord en dat werkte voor zijn gezondheid echter ook tegen hem. Maar gelukkig hebben we ook mooie, leuke momenten gehad. Er was de reis naar Orlando vorig jaar, het huwelijk van zijn neef in Ibiza, ook vorig jaar, de jaarlijkse skivakantie met onze beste vrienden, de Ardennen met de overgang naar 2020, die hem toch eventjes van zijn schip konden ontfutselen. We maakten er ook een gewoonte van om tijdens of op de laadplaats, op bestemming, eventjes van dat stuk ijzer weg te zijn en iets te gaan eten en drinken aan wal. De lockdown van maart bracht ons Amber 6 weken aan boord. Dat was nog een onverwacht geschenk in ongelukkige tijden. Om te besluiten, Ivan stond bekend, hè, om zijn resolute mening, was best soms veel kwaad op de maatschappij, liet zich zeker nooit doen, maar dat kwam meestal op een humoristische wijze over bij iedereen rondom hem, zodat het toch nooit saai was met hem.
Hij had ook altijd wel een onliner klaar die iedereen nog lang bijblijft. In Marita besluit, hij hield ook ontzettend veel van mij. Dat wist ik maar al te goed. Ik deed alles voor hem en dat voelde aan alsof hij zonder mij niet kon. Mijn laatste avond met hem voor de hersenbloeding was in principe het mooiste afscheid dat je als partners kan nemen zonder te weten dat het een afscheid was. Tot zover die mooie biografie van Marita. Lieve mensen, wanneer iemand plotseling sterft, verstillen onze woorden ook tegenover elkaar. Dan kunnen we alleen nog bewogen en mee onder het kruis gaan staan. En om dit uit te drukken, hebben we weer de naam van Ivan op dit kruisje aangebracht. Ik ga dat nog dicht bij hem brengen. Bij hem, Jezus met hoofdletter, die ook geleden heeft en ook op het kruis is gestorven. Laten wij daarbij bidden dat we dit gebeuren, dat nu ons leven kruist en ook kruiszicht, moedig kunnen opnemen en samen zouden kunnen dragen. En we hebben nu niet echt woorden om uit te drukken wat leeft in ons hart, om alles wat Ivan was. We zouden zoveel willen zeggen, maar woorden schieten dan tekort. En dan steken we maar kaarsen aan. Bij een foto of een kruisje. Zelfs in deze bizarre tijd mogen kaarswinkels open blijven. Dat zegt wel wat. Nu spreken die kleine vlammen voor zich. En we hebben dit kaarsje aangestoken voor Ivan. En met dit kleine vlammetje zegt dit kaarsje: ik zal er zijn voor jou. Licht en vuur. Belangrijke tekens in ons leven. En we willen Ivan ook omringen met het paaslicht. We hebben de paaskaars aangestoken. We steken het licht aan voor jou, Ivan, omwille van de liefde. Want we hebben liefde en vriendschap gekend samen met jou. En die liefde was helend voor de pijn die bij het leven hoort. God van leven, mogen deze vlammetjes ook ons verlichten. En we doen ook even een vergevingsmoment, want niemand van ons is heilig. Elk mensenleven is getekend door goedheid en ook door tekorten. Nu willen wij dan ook om vergeving vragen aan God en aan elkaar voor die momenten waarop we misschien tekortschoten. In deze moeilijke momenten komen familie en vrienden samen. We praten en herontdekken al je mooie kanten, omdat we hem misschien niet dikwijls genoeg hebben bij stilgestaan dat je meer dan een bijzonder mens bent. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Soms gaan we als mens een ander voorbij. Zijn de woorden van liefde te stil? Is het gebaar van dankbaarheid te klein? Wordt de vriendschap niet altijd gewaardeerd? Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Voor onze onrust, voor de verwachting die ons teleurstelt, voor de uren dat wij niet kunnen geloven dat God in ons is. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de goede God, die leven is en heil, ons met barmhartigheid blijven omringen, al onze fouten vergeven en ons eenmaal binnenvoeren in de kring van zijn geliefde. God, bij dit te vroege afscheid voelen wij ons toch
in de steek gelaten. Een dierbaar mens valt weg voor ons. Er is kou, we weten niet waarom. En dan schreeuwen we het uit, waar bent u? En smeken ook, kom ons ter hulp. Help ons vertrouwen dat het niet zinloos is wat met Ivan is gebeurd. Help ons inzien dat u er bent om zijn leven te voltooien en onze leegte te vullen. En help ons te vertrouwen dat Ivan nu is opgenomen in een onschendbaar licht. Help ons om verder te leven, vertrouwend op uw woord. Amen. En we luisteren nu naar de eerste lezing. Op deze aarde heeft alles een uur. Alle dingen onder de hemel hebben hier een beperkte tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en tijd om te oogsten. Een tijd om voluit te leven en een tijd van ouder worden. Een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om herinneringen te verzamelen en een tijd om te vergeten. Een tijd om te omhelzen en een tijd om los te laten. Een tijd om elkaar te zoeken en een tijd om elkaar te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stukken te maken en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Een tijd om zomaar elkaar gegeven te zijn. Een tijd dat we elkaar niet meer kunnen vasthouden. Tot zover deze eerste lezing. Laid by people of faith and bright with hungry eyes. You and I could conquer the stars if we tried, or simply live by simpler vows and let the storm go by. Survive was your loving heart and mine. Should you go, remember these words as they show just how much I care. Don't you know I'll always be there. Laid by
people of faith and bright with angry eyes gone blind. You and I will show them the light we live by, so never again will they try to keep us apart. We horen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: laat je hart toch niet verontrust worden. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug om je op te nemen bij mij. Voorwaar, ik zeg jullie, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Enkel als hij durft te sterven, brengt hij veel vruchten voort. Tot zover het woord van de Heer. Beste Marita, Jentel, Amber, lieve familie, beste vrienden. Terwijl het leven in deze toch wel barre tijden doorgaat, staat de tijd ook even voor ons stil. Waar wij ook gaan of staan, het beeld van de Nivan laat ons toch niet los. Alles krijgt ineens natuurlijk een andere zin. Terwijl we gisteren nog plannen maakten, misschien voor de dag van morgen, werpt de dag van vandaag dat allemaal ondersteboven. Met de dood in huis wordt er nu eenmaal anders geleefd, anders gevoeld, anders gedacht. Hoe vaak we ook horen spreken over sterven en de dood, deze dood is toch bijzonder, veel te vroeg. We weten niet hoe we daar moeten mee omgaan eigenlijk. En dat gebeuren van afgelopen dagen of maanden is misschien nog niet helemaal goed tot ons doorgedrongen. Maar één ding is ons wel duidelijk. Nooit meer zullen onze dagen zijn als toen de Nivan nog onder ons leefde. Waarom moest dit gebeuren? Hoe moeten wij die grote leegte nu opvullen? Het leven is en blijft een mysterie. We kunnen niet begrijpen waarom Ivan ons op deze manier ontvallen is. En woorden van verdriet en misschien van onbegrip en zelfs van agressie liggen op onze lippen en dat mag. Waarom moest dat gebeuren? Ik heb natuurlijk niet het antwoord. In boeken kunnen wij heel mooie antwoorden lezen. Heel mooie antwoorden. Maar die spreken niet over wat er met Ivan is gebeurd. Ze kunnen ons eigenlijk niet troosten. Moeten we dan alleen verder met ons verdriet? Nu kunnen wij als geslagen mensen
rechtop blijven? En hoe komen wij weer overeind? Wie zal ons helpen? Eén ding is klaar. Alleen kunnen we dat niet. Alleen voelen we ons verlaten. En ik wil misschien het antwoord bij God zoeken, maar dan krijg ik ook soms spottend de vraag: is er al ooit soms iemand van bij God teruggekeerd? En dan overvalt twijfel ons. En ons geloof wordt dan ook op de proef gesteld. We spreken wel over de God van het leven, van het begin en voor altijd. Over de dood gaat hij met mensen mee en hoe onze namen geschreven staan in de palm van zijn hand in het boek van het leven. Wij weten dat allemaal. En toch voelen wij ons zo verlaten misschien als Jezus op zijn kruis. Zoals vele mensen in deze tijd van COVID. Waar is die God nu als ze om hem roepen? Lieve mensen, hier zou ik kunnen ophouden met spreken. Onze gevoelens zijn zo voor een groot stuk verwoord. Ik heb mijn onrust, ik heb mijn ongenoegen kunnen uitdrukken. Is daarmee nu alles gezegd? Toch niet, toch niet. Want liefde is groter dan de dood. En dat heb ik al mogen zien en mogen voelen als we de voorbereiding van deze begrafenis hebben gedaan met Mariet en hun twee dochters. Liefde kan je niet kapot krijgen, zomaar. Ons verlangen naar leven is groter dan sterven. Het leven komt en gaat, er zit een logica in die we moeilijk kunnen begrijpen. Geen klok is in staat die pendelbeweging van het leven te volgen. Alles heeft zijn tijd. Hebben we juist in een boek dat in de Bijbel staat, hè, bij Prediker gehoord. Alles heeft zijn tijd. En we roepen God misschien te verantwoording. Vroeger heeft hij mensen uit de ellende bevrijd. Ook nu moet hij dan maar zijn kracht tonen. Hij heeft dat beloofd, dat staat zo in de Bijbel, dat hij er altijd zal zijn. Vanaf het prille begin tot aan de uiteindelijke voltooiing. Ivan heeft ook veel liefde betoond. We hebben dat gehoord in het begin van deze viering. Toch een goede echtgenoot, een goede vader, een mooi gezin, een goede vriend. En dan zeggen we, dat kan niet sterven. Liefde kan niet sterven, ook al klopt een hart plotseling niet meer. En dat is, ja, toevast en de kern ook van het christelijk verhaal, nu we hier toch in de kerk zitten. Ik zou willen eindigen met zachte woorden. Met tederheid, met geborgenheid, met genegenheid, maar ook met weemoedige treurenis. Gestamelde woorden. Ik heb altijd die taak om de stilte te doorbreken, dat is niet gemakkelijk. Een dam opwerpen van mildheid tegen de verbitterde woede misschien, die in ons hart heerst. Maar toch zoeken wij zachte woorden die ons zeggen dat een mensennaam niet kan vergaan, niet kan verzinken voor altijd, ook al is dat leven abrupt afgeknakt. Ivan, jouw brusk sterven is geen tomeloos einde. Het is begin van iets nieuws, van een nieuwe tijd. Om het Bijbels te zeggen van een nieuwe Jeruzalem waarin jij mag vertoeven, in licht voor altijd. Waar je ook bent, onze woorden zullen elkaar ontmoeten in de zorg van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Lieve mensen, laten we nu ook enkele voorbeden uitspreken. Een leven nog vol toekomst en vol verwachting houdt plots op. Die dood van de Ivan is hard aangekomen. En we willen dan ook speciaal bidden in deze dagen, nu niet alleen, maar ik zal dat ook blijven doen, dat beloof ik u in de volgende dagen, om troost en om steun. Voor Ivan, die zo plots van ons is heen gegaan, dat hij mag verder leven in dankbaarheid, dat zijn hunker naar geluk nu bij God vervuld mag worden. God, wees Ivan nabij met uw licht. Voor het gezin en de familie van Ivan,
dat ze hun verdriet kunnen uitspreken, dat ze troost en steun vinden bij elkaar en kracht bij God. God, wees hen nabij met uw licht. Voor ons hier aanwezig, bewust hoe broos en breekbaar het leven is, dat wij zacht en teder met elkaar omgaan, dat we ons verdriet kunnen delen. God, wees ons nabij met uw licht. Voor mensen die hun verdriet niet kunnen verwerken, dat zij mensen ontmoeten die hen helpen weer op te staan. Zo wordt God herkenbaar in medemensen die luisteren, medelijden en troosten. God, wees hen nabij met uw licht. God, geef ons de kracht om elkaar tot steun en sterkte te zijn. Dat vragen u voor vandaag en in de tijd die komt. Amen. We doen nu een offergang. We komen Ivan nog eens begroeten. U kan een lichte buiging maken. We gaan u vanwege die corona maatregelen het kruis niet laten aanraken. We komen gewoon naar voren om Ivan nog een laatste keer te groeten. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She laid down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you say. You leave my life, I'm better.
God, Gij die weet wat in mensen omgaat, aan twijfel, angst, onzekerheid, verdriet. Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat. Gij die wordt geroepen wanneer de nood het hoogst is, die wordt gevoeld wanneer het leven pijn kan doen. Die nadert waar alles wijkt, die wordt gezien in diepe nacht. Wij bidden u, geef ons de geest die Jezus bezielde, de moed om verder te gaan en als brood te zijn voor elkaar. Wij bidden dat uw geest ons overeind houdt als alles dreigt te wankelen. En als de duisternis ons het zicht op wat komen gaat verhindert. Dat wij dragers van hoop en toekomst mogen blijven. Dat wij nu verbonden met Ivan en met alle anderen die ons zijn voorgegaan, dat wij uit dit verdriet kunnen opstaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. We luisteren nu nog naar wat muziek en daarna gaan we dan nog wat woorden horen vanwege de familie. It would only take a minute of your time to spare one thought for me. Would you miss just one minute of your time? When you are far away, I'd lie. You'll find I'm right there in your heart. 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back to stay. But better still, I'd like to think you think of me every minute of your time. Chance you find I'm right there in your heart. Ooh, 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back to stay. But better still, I'd like to think you think of me every minute of your time. We luisteren naar woorden van een familie. De Ivan die heeft zijn entree Marita's leven schoon genomen, scheurend op een speedboot met genoeg lawaai.
en Marita, totaal niet onder de indruk, die draait zich om naar haar mama en die heeft iets van, daar ga ik nooit mee thuiskomen. Maar beginnen nu de mooiste liefdesverhalen, niet zo? Nu, onze man die had een plan en die veranderde van tactiek. En de pita met te veel look, die gooide nog heel even roet in het eten. Maar wat chansen in een big bin, een goed babbeltje, want echt, Radio Donna is echt fantastisch. En hij pakte ze een moment. De start van een dream team. Klaar voor een roadtrip. En in de Ivan zijn een koffer, een goede dosis humor, wat sarcasme tussendoor. Misschien niet altijd veel van woorden, maar altijd to the point en resoluut. En het knopje van de radio, dat mocht echt goed naar rechts. Mocht af en toe iets goed hard gaan. De weg van de Ivan, dat was er een van recht vooruit. En twee voeten op de grond. Een goede mening en bijhorend temperament. En zijn bemiddelaar altijd aan zijn zijde. Hun roadtrip die brengt ons dreamteam langs de bergketen. En dat geeft inspiratie voor hun levensproject. De Diablo. Af en toe al is een moeilijke bocht. Dat hoort zo in de bergen. Maar met adembenemende uitzichten. Skiënd, varend en reizend. En op die momenten even stil genieten van zijn de koningske. De keer al is in een glas, maar altijd in de vorm van de liefde van zijn leven. Zijn grote dromen, die waren voor zijn kersen op zijn taart. Jentel en Amber, die moesten vooral beter doen dan hem. Hun eigen keuzes maken en hun eigen weg volgen. En onze papa, die was er. Een steunende hand op de schouder, sturend en beschermend, maar zonder oordeel. Creativiteit, een goede smaak in muziek en een hart van dieren. Het werd de prinsesse met de papfles meegegeven. Hij gunde en hij gaf hen alles. Energie als er twijfel was. Het allerbeste materiaal. Konijnen, hamster, vissen, hond en zijn gezelschap bij concerten. De meeting point op de wei van Werchter, dat was aan de toiletten. En elk jaar opnieuw een kwalitatief onderzoek van de eetkramen en traditioneel de aankoop van een brakke noot. Al kon een Jupiler petje er af en toe ook nog wel door. En ons dreamteam, dat genoot van de muziek, van hun dochters en van de tijd samen. No regrets. Wat belangrijk was, dat werd gezegd. Een wijntje samen en die goeie babbel. Maar een afscheid nu, dat stond niet in het oorspronkelijk verhaal. De roadtrip, die maakt een bocht die heel moeilijk te nemen is. Maar de Ivan, die is een koffer die reist mee. En de Boris, die zal wel voelen wie dat zijn basis in jullie alle drie. En elk ontwerp dat Jentel maakt, daar gaat de papa zijn signatuur in zitten. En elke gele Mercedes, Amber, dat is een knipoog van uw modelbouwcompagnon. En je vergeet nooit een Roland, dat is echt wel beter dan een Marshall. En we hadden natuurlijk moeten weten dat de prins van Marita niet op een wit paard zat, maar over water kwam, op een speedboot. Ik ga nu een gedicht voorlezen dat papa voor mama heeft voorgelezen op hun huwelijk. Voor een dag van morgen heet het. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen. Vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had als ik jou. We gaan u zegenen, tot slot met water en ook wierook. Branden, Ivan, we zegen je nu met water. Water dat je beschermde in de moederschoot. Water waarmee je werd gedoopt. Water dat zuivert en dat leven geeft. En brandende wierook brengen wij aan met respect en genegenheid. En daarom bieden wij je rustgevende, zuiverende en genezende geuren van amber en balsem. Tekenen van onze diepe waardering voor jou. En danken wij je met de warme wolk die je afschermt van het kwade. Mogen ons gebed als lichtend reukwerk met jou opstijgen tot in het land van je eeuwige bestemming. Mijn God, wij zouden nog zoveel kunnen zeggen. Willen of niet, we moeten nu de Ivan loslaten. Hem uit handen geven, hoe graag wij hem ook nog bij ons hadden gewild. Gelukkig vinden wij nu steun en troost bij elkaar. Help ons dan elkaar niet los te laten. En mogen Jezus' woorden ons hierbij steun en kracht geven. Amen. Lieve mensen, in naam van Marita mag ik u ook nog een dankwoordje toespreken. In de eerste plaats, zegt ze, wil ik mijn schoonbroer Björn en schoonzus Petra bedanken, die een geschenk uit de hemel zijn. Ik wil mijn ouders bedanken voor hun troost en inzet vanaf de eerste minuut van wat ons hier overkomt. Ik wil ook Marisa Frankie en Sheila heel speciaal bedanken. Iedereen bedanken die ons deze week heeft helpen verhuizen. Dat heb ik gezien van op het kerkschip. En overigens wil ik iedereen bedanken die mij deze 9 weken zo hard heeft gesteund. De talrijke berichtjes en telefoontjes hebben ons deugd gedaan. Willen we nu even recht staan voor de zending en de zegen. In dit uur van gebed, staande voor God, hebben wij hem alles voorgelegd. Onze twijfels, ons verdriet, maar ook onze dankbaarheid en onze hoop. Wij durven vertrouwen dat het afscheid niet enkel loslaten, maar ook toevertrouwen is. Zo groeit ons geloof in het echte leven, in de eeuwige schoonheid die we eens vanuit onze mooiste levenservaringen zullen herkennen. Zegenen en behoeden dan Hij die we noemen Vader,
Zoon en Heilige Geest. Amen. En Maria bewaren al die.